En vandaag, zoals gezegd, gaan we het hebben over de 1.2 PureTech motor van Stellantis. Stellantis, als u dat niet weet, een autofabrikant van ondertussen 14 merken. En daarvoor heb ik Ortwin uitgenodigd. Dag Ortwin. Dag Doreen. Even als een reminder, je bent expert binnen testaankoop, anders zou je hier niet staan. Maar wat doe je exact binnen de organisatie? Ik sta in voor belangenbehartiging, dus ik verdedig de consument mee bij de overheid en bij de overheidsinstanties. Alright, en dus er is een probleem, al wel even, als ik mijn eigen research deed, met een motor van Stellantis. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, inderdaad. Dus de 1.2 PureTech motor die geproduceerd wordt door Stellantis, daar zijn een aantal gebreken bij, vooral met de distributiering. Die verslijt heel snel, daar breken stukjes af, die komen terecht in de oliefilter, die raakt verstopt. Ja, dus het oliepeil daalt, de druk van de olie daalt, de auto gaat minder goed werken en er kunnen zelfs haperingen, echt storingen optreden terwijl je aan het rijden bent. Dus dat kan best gevaarlijk zijn in het verkeer. Best akelig. Ja. Mogen we vermelden bij welke merken dat bijvoorbeeld veel voorkomt? Ja, vooral Peugeots zijn dat. Dus de 308, de 208, 5008. Daarnaast Citroën, de Berlingo, C3, C4. Dat zijn de meest voorkomende merken. Ja. Kan het zijn dat een consument die nu naar ons aan het kijken is, dat hij denkt, oh, dat wist ik niet dat er een structureel probleem was. Mijn garage heeft mij dat ook nooit echt verteld, maar ik heb inderdaad wel best al veel problemen gehad met mijn auto. Wel ja, er zijn een aantal communicatieproblemen. En daar tillen wij toch wel zwaar bij testaankoop. Het probleem is niet nieuw. Dus we hebben al lang heel veel meldingen binnengekregen over mensen die problemen ondervinden met hun Stellantis PureTech motor. Heel wat mensen die herstellingen hebben laten uitvoeren die heel veel geld kosten. En het is eigenlijk al lange tijd geleden, in december 2023, dat we klachten hebben ingediend bij de economische inspectie. Ja. En dat ging over de wettelijke garantieregels die niet nageleefd werden door Stellantis. Het is een productiefout, dus Stellantis zou de herstellingen moeten vergoeden. En dat deden ze aanvankelijk niet. Dus we hebben die klacht ingediend, maar dat duurt natuurlijk altijd even. En intussen, in april dit jaar, hebben we dan weer vernomen dat Stellantis wel over de brug is gekomen in een aantal andere landen, in Frankrijk, in Nederland, in Spanje, om de wettelijke garantie te verlengen met 10 jaar of 175.000 kilometer. Wat een goede oplossing wel is. Dus dat betekent dat die mensen langer kunnen genieten van hun wettelijke garantie wanneer er dus haperingen optreden en herstellingen nodig zijn. Maar, zoals we daarnet zeiden, dat is niet goed gecommuniceerd geweest. We hebben dat zelf moeten achterhoren bij Stellantis. Ze hebben dat dan bevestigd. Maar de consumenten zijn niet op de hoogte daarvan gesteld door Stellantis zelf. Wij hebben dat eigenlijk moeten doen. En dat dus ook niet door de merken zelf in hun garage. Ja. Dus daar tillen we toch wel zwaar aan. Het stond ook nergens op een website. Ja. Zij beweren dat ze dat wel gecommuniceerd hebben, maar wij vinden daar geen enkel spoor van. Dus dat vinden we toch wel een beetje Ik las ook dat ze die verantwoordelijkheid best wel bij de consument leggen. Wel, ja, ze beweren zelfs soms dat het een verkeerd gebruik is geweest van de consument. Dus daar hebben we toch ook een probleem mee. En we raden nog altijd alle consumenten die gedupeerd zijn aan om contact op te nemen met ons, ook als een reparatie hebben laten uitvoeren. Maar daarmee is de kous nog niet af. Er is nog een tweede probleem dat we hebben met die oplossing die Stellantis voorstelt. Namelijk de voorwaarden die eraan verbonden zijn. Stellantis zegt dat je enkel een reparatie mag laten uitvoeren bij een erkende garagist binnen hun eigen netwerk. Dus als jij 2 jaar geleden een reparatie hebt laten uitvoeren en als dat nu toevallig een garagist is die niet tot het dan netwerk van Stellantis... Dan moet je niet met die factuur nu afkomen. Ja. Dus daarin ligt het probleem en daarom hebben we ook contact opgenomen, opnieuw, met de instanties en met Stellantis zelf, om te vragen dat die voorwaarden versoepeld worden en dat de communicatie veel duidelijker wordt. Ja. Dus wat heeft testaankoop dan juist ondernomen? We hebben een klacht ingediend bij de economische inspectie, die is nog altijd hangende. En daarnaast hebben we Stellantis opnieuw aangeschreven. Ja. Is het dan nu opgelost? Nee. Wel, we wachten nog altijd op de bevestiging van Stellantis dat die voorwaarden inderdaad versoepeld gaan worden, dat alle gedupeerden uiteindelijk hun vergoeding gaan kunnen krijgen voor de reparaties die ze ook al in het verleden hebben uitgevoerd, ook buiten het netwerk, het garagenetwerk. Hebben de mensen die problemen ondervinden meer kans om een ongeval
Ja, daar ligt het wel het gevaar natuurlijk. Als die motor, het is niet dat dat in alle gevallen zal voorvallen, nee. Maar er kunnen, wanneer dat het oliepeil, wanneer dat die oliedruk zodanig daalt, kunnen haperingen van de motor optreden terwijl je aan het rijden bent in het verkeer. Ja. En dat is iets wat natuurlijk wel best een risico stelt. Moeten we ook alert zijn als we een tweedehandswagen aankopen vandaag die misschien een van die modellen zijn? Ja, dat is natuurlijk ook iets waar je waakzaam denk over moet zijn. Denk ik dan nu zijn. Aan? Inderdaad. Ja, toch wel. Ja, ja. Ook dat is toch wel iets dat je dan niet per se zal weten. Wel, het is altijd goed natuurlijk om na te gaan als je een bepaald model koopt wat voor motor erin zit en na te gaan wat de mogelijke problemen ervan kunnen zijn. En in dit geval eigenlijk ook slechts één adres. Nodig. Testaankoop, even ja, nakijken. Absoluut. Ik ga dit model eventueel kopen. En we raden zeker, tenslotte, daar wil ik mee afsluiten, we raden consumenten die dus al hun herstelling hebben laten uitvoeren, die onzeker zijn of die terugbetaald gaat worden, zeker aan om contact op te nemen. Er is een formulier op onze website, zodat wij ook op de hoogte zijn van de grootorde van het probleem en zodat we verdere stappen kunnen ondernemen. Oké, duidelijk. Ortwin, dank je wel. Met veel plezier.